De houten toer van de tjerke in Soesterveen is op gewoon plakken rot en moet opknapt worden. Dat gebeurt net op het dak, maar in de werkplaats. Ja, spannend wel, want je ziet hem erboven staan en dan vraag je je af van hoe taken ze hem eraf, in één deel of in twee delen. En gaat alles goed? Want ja, daar hoop je op. En dat ging goed, het ging eigenlijk perfect. En nu die er beneden komt en dat die op de grond staat, nu zie je die gaten wel heel duidelijk. En nu kan je wel echt zien dat er heel veel aan markeert. De totale kosten van de restauratie binnen zijn hele ton. Maar eerst is het wachten op de vergunning. Dat vergunningstraject, daar kunnen we niet veel aan veranderen. Dat kan een half jaar duren. We hopen van niet. Maar daar wachten we op. En als die vergunning er is, dan kan die pas gerestaureerd worden. En als die gerestaureerd is, kan die geplaatst worden. Dus dan zijn we een heel poosje verder.